Vandaag short rib kroketten van de barbecue. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Een poosje terug heb ik een mooie short rib gemaakt op de pelletgrill van Broil King. Zo'n mega groot stuk vlees van 2 kilo. Daar had ik nog een hele mooie rib van over met een mooi groot stuk vlees. Als je dit filmpje gemist hebt, hier staat hij. Ik denk van, dat is leuk om daar nou eens even mooie kroketten van te maken. Geïnspireerd op de pulled pork kroketten en bitterballen in een vorige video. En als hij nog niet uitgezonden is, dan is het over een paar weken. Dan komt hij, als je dit iets later kijkt, dan staat hij sowieso gelinkt. Ik las een hele poos geleden op een forum of op Facebook van, oh nee, die heeft de pulled pork kroket of de bitterbal bedacht. Nee, die heeft dat bedacht. Ik kan je even iets zeggen. Het was 1988, was ik in Amerika. Ik als Nederlander gewoon natuurlijk eventjes laten weten hoe die kroketten smaakten. Hè? Dat heb ik dus gedaan met pulled pork. Dus als er iemand is die voor 1988 die pulled pork kroketten of bitterballen bedacht heeft, aan jou de credits. Mij maakt het niet uit, hè, maar ik vond het al zo lachen, ruzie van wie heeft het in godsnaam bedacht. Boeien, short rib kroketten. Nou, we hebben daar een paar dingen voor nodig. Op de eerste plaats een gasbrandertje. Ik heb hier een mooi klein campingfokertje, gasbusje in. Ja, die zijn echt fantastisch. Ik zet wel even een linkje in de beschrijving waar die dingen kan kopen. Want die geven echt een puist ellende. Je ziet mij wel vaker op dit ding werken. Een puist ellende bedoel ik mee, een hoop hitte. Dat is een beetje Ralf's taal. Zo, we moeten namelijk eerst een roux gaan maken. Zo, wat hebben we nodig? We hebben daarvoor nodig 100 gram boter en 100 gram bloem. Dat is de basis van een roux. Even gelijke delen. Ah, daar zul je mijn short rib hebben. Hij ruikt nou nog fantastisch. 100 gram boter. 101. Bloem. 100 gram. 101 gram. Hoppakee. We plaatsen het pannetje op het vuur en smelten de boter. Ga even in een schaaltje, ga ik even 4 gelatineblaadjes weken in koud water. Dankjewel, cameraman. Ik heb eigenlijk een cameravrouw. Je ziet de laatste tijd heel veel van die vloggers, hè? Die werken dan met een cameraman en die komt dan ook in beeld. Ik heb een cameravrouw. Mens is lelijk, jongen. Dat ga ik jullie niet aandoen. Dat kan opnieuw, hè? Dat kan anders. Nou heb ik hier pulled pork van een paar dagen terug. En die heb ik heel eventjes weer terug opgewarmd. Of warm vlees kun je veel beter trekken, poelen, dan koud vlees. Kijk, daar gaat met een boter. Dat is mooi in het smelten. Hij moet wel bruisen, maar hij mag niet bruin worden. En dan gaat nu de bloem erbij. Beetje bij beetje. En al roerend. En dit zorgt uiteraard voor een binding. Hè? En wat we nou aan het doen zijn, we zijn de bloem aan het garen. Dat moet een minuutje of 2 à 3. Dit is onze basis. Hè? Zo maak je heel erg veel sausen trouwens. Een bechamel saus bijvoorbeeld. Ook zo hele populaire. En achter mij zie je de pelletgrill van Broil King. Ja, voor de mensen die niet weten wat een pelletgrill is, dat is voor ons in Nederland of in Europa is dat vrij nieuw. In Amerika is het ontzettend populair de laatste jaren. En wat is het namelijk? Het wordt gestuurd door van die kleine pelletjes. Wat zijn pellets? Ik zal het even laten zien hier. Het zijn van die houtpellets, geperst hout, heel zuiver hout, in allerlei smaakjes te krijgen. Smaakjes als in houtsoorten, hè, boomsoorten. Dit is je brandstof en je rookhout in één. Nou, dat gaat met een brandertje, komt daar vuur bij, daar komt zuurstof bij door een ventilatortje. Het is thermostaat gestuurd, dus je kunt hele lage temperaturen bereiken en handhaven, maar ook extreem hoge temperaturen. Deze redt het wel tot 315 graden. Ik heb dit laatst gedaan, toen was het -2. Het is nou trouwens 5 graden boven nul. Met gemak 315 graden, mooie grillmarks. Helemaal fantastisch, want dat is het vaker. Die oude pellet smokers kwamen maar tot 150, 160 graden max. Deze komt 315 graden. Met dikke gietijzer roosters, dus je kunt hier ook echt heel mooi op grillen. Met andere woorden, een heel veelzijdig apparaat. Ik ben daar heel erg blij mee. Oké, dit is mooi, want dan gaat mijn bouillon erbij. Er gaat 500 gram bouillon bij. Maar ik gebruik een vleesfond. Dat is ongeveer 350 milliliter of 350 gram. Dus daar wil ik nog 150 gram bij doen. Kijk, hij gaat al mooi binden. Zie je dat? En dan doen we beetje bij beetje de rest erbij. Dikke substantie met een roux. En uiteindelijk wordt dat een salpicon, zoals ze dat noemen. Ik zet het even aan de kant, want het is tijd om mijn short rib te poelen. Zie je, de rookrand zit er nog aan, zie je dat?
Inmiddels heb ik mijn pelletgrill aangezet. De eerste 10 minuutjes moet je even het deksel openen. Zodat alle rook, want de zware rook, daar zit er nog geen hitte. Maar ze willen wel die pellets gaan verwarmen, dus dan krijg je automatisch veel rook. 10 minuutjes openzetten. Nou, meestal gaat dat na 5 minuten al goed. Ik heb hem gezet op 220 graden. Je kunt hem zo kun je hem instellen, dus hier heb je een wiel. Hoppakee, 215, 220, bam. Oké. En dan trekt hij mooi naar die 220 graden toe. Want dat is de temperatuur die we nodig hebben. En dan wil ik flink veel bewegende lucht. Want anders gaat het niet goed met onze kroketten. Daarom wil ik ook een dubbel laagje paneermeel zometeen. En zo snel mogelijk moet dat ei gaan stollen. Zodat die salpicon, die vulling, er niet uitloopt. Nou, ik heb mijn vlees gepoeld. Maar ik wil nog eventjes met een mes doorheen dat het echt mooi kleine stukjes zijn. Die was een beetje op smaak gemaakt met peper, zout, knoflookpoeder en koffie. Dus dit heeft al een hele, hele mooie smaak. Dit is overigens 400 gram. Voem. Daarbij gaat ons vlees. Dit gaan we goed mengen nu. Daarbij gaat nog een eetlepeltje mosterd. Dijon Original. En je kunt ervoor kiezen om nog een scheutje slagroom erbij te doen. En ik had mijn gelatinesblaadjes al vorige week, zie je dat? In het koude water, dus ijskoud water. En dat is belangrijk, want dan koelt ons salpicon mooi sneller af. En die lossen zich mooi op nu in dat hete mengsel. En je moet echt heel goed roeren dat alles dus vermengd wordt met de gelatine. Of de gelatine zich met elk stukje vermengt. En hem smaak maken met zout en peper. Ik gebruik graag grof gemalen zwarte peper. Dus die pepermolen staat echt op standje 11. En als allerlaatste een snufje nootmuskaat. Een mooie ragout. Of salpicon, zoals het heet. Top. Zo, wat ik doe. Ik ga dit eventjes in een schaal. Ongeveer zo dik. En dan zet ik het in de koelkast. Dan moet het minimaal 3 uur opstijven. Die gelei moet ook gaan werken. En dan gaan we kroketjes rollen. We zijn een poosje verder. Mijn baas is mooi opgesteven in de koelkast. 1 ei en een eiwit. En nog een eiwit en nog een eiwit. Roeren we dat even door elkaar. Dan hebben wij 2 soorten paneermeel. We hebben de fijne paneermeel. En daarna hebben wij wat grover paneermeel. En daar zou je bijvoorbeeld panko voor kunnen gebruiken. Japans broodkruim. Standaard in een potje bij ons. Mooi! En nu maar kroketten draaien. In Nederland en België kennen ze dit wel, hè? Een goede kroket. In Amerika zeggen ze nou van, what the fuck is that guy doing? Zo. In het ei, in het fijne paneermeel. Een tweede maal in het ei. En in de panko. Nummer 1. Ik heb 4 flinke kroketten gemaakt. Ik heb nog zat over. Ik vind het even mooi. Tijd voor de barbecue. Kom maar, jongens. En wat zeggen we dan? Goeie dingen. Er is er eentje gesneuveld. Wat is er gebeurd? Ik besloot na 5 minuten het deksel open te maken, want ik was heel nieuwsgierig. Had ik niet moeten doen, daardoor gaat de temperatuur natuurlijk in 1 keer naar beneden. Maar ik zag dat ze aardig door het rooster gingen zakken. Ik denk, dat moet ik voorkomen. Je ziet dat ik heb deze dus kunnen redden. Die is ook hartstikke mooi knapperig. Hij is een beetje ingezakt. Die andere is gewoon, die is verneukt. Maar toen dacht ik, hey, weet je wat ik doe? Ik leg ze gewoon op een cederhouten plankje. Ik heb mooi 2 cederhouten plankjes gepakt voor die andere 2. En kijk eens hoe mooi en knapperig ze zijn geworden. Hartstikke geweldig. Dus we hebben kroketten van een cederhouten plank. En ik moet erbij zeggen, we hebben de temperatuur flink opgejaagd. Hij heeft op een gegeven moment zo'n 350 graden plus heeft hij geraakt, deze smoker. Fantastisch, dus dankzij de ballen van Broil King zijn deze kroketjes helemaal geweldig geworden. Dus eerlijkheidshalve hoor ik erbij te zeggen, je moet een barbecue hebben met een hoge temperatuur. Dus een hoop airflow en een hoge temperatuur, zodat meteen die eiwitten, dat korstje meteen bam dicht gaat zielen. En dan is er niks aan de hand, heb ik gemerkt. Helemaal fantastisch. En anders doe je het traditioneel in de frituur. Altijd goed met dit receptje natuurlijk. En wat je ook nog kan doen, is op een bakplaatje met een laagje olie. En dan gewoon blijven draaien. Dat werkt ook uitstekend. Maar dit is geweldig en ik weet zeker dat de smaak ook heel erg fantastisch is. Dankzij die mooie subtiele houtsmaak van de pellet grill. Natuurlijk een broodje erbij, zoals we dat in Nederland doen. Broodje kroket. Zo, daar doen we natuurlijk een dikke klodder mayo op. Zo doen ze dat in Nederland. Met een kroket en een goede toef mosterd. Daar doe ik nog wat lekkere verse peterselie bij. Ik heb een Bennebroeks biertje van Wijnhuis Bodden. Kun je bestellen hieronder. Salute. Dus een short rib kroket op een cederhouten plankje
van de Pellet Grill. Ik zeg tot de volgende keer. Liken die hap, hè. Haha. Dat is gewoon keihard lekker. Het zijn mijn zachte lippen die dat doen, hè.